Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 14 augustus. In de oostelijke helft van het land valt lokaal nog een bui. In het westen is het al op de meeste plaatsen droog en vanmiddag blijft het in heel het land droog. Vanochtend ligt de temperatuur zo tussen de 17 en 19 graden en staat er een matige wind uit het westen. Alleen rond het IJsselmeer en ook op de Wadden waait het af en toe vrij krachtig of zelfs krachtig. Vanmiddag loopt het kwik dan verder op naar zo'n 20 tot 24 graden en de laatste buien die zullen gaan verdwijnen. Vanavond is het dan vrij rustig weer. De wind die neemt af en de temperatuur ligt zo rond de 19 graden als de zon ondergaat. Vannacht kan er dan een enkele mistbank ontstaan bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. En morgen wordt het in een groot deel van het land zomers warm. Smiddags dus is het zo'n 22 tot 26 graden. We zien een afwisseling van zon- en wolkenvelden en vrijwel overal blijft het droog. Donderdag wordt het nog wat warmer. Aan zee wordt het dan 23 graden, maar in het zuidoosten kan het 30 graden worden. Er zijn flinke zonnige perioden, alleen later in de middag en in de avond vallen er een aantal stevige onweersbuien. Vrijdag en zaterdag is het licht wisselvallig, met temperaturen over het algemeen tussen de 20 en 25 graden.